We zitten nog steeds in die getijsom van Lauwers Oog, deel 2. En wat we nu willen doen is, die functie die we hadden, moeten we gaan kijken of dat ook inderdaad klopt met de werkelijkheid. Dus ik had hier een functie bedacht, die 166. Nou, hoe kun je nou makkelijk een lijstje krijgen met waardes? Nou, volgens mij gaat het als volgt. Je kunt second table set doen. Dan zeg je van nou 0 met een stapje van 1. Goed zo. Table. En dan komen hier eigenlijk die waardes. Na 1 uur. Let op. Omdat dit 6 uur en 1 minuut was, kun je natuurlijk bij benadering zeggen het is 6 uur. En is elk stapje een uur. Maar als dit natuurlijk niet precies 6 uur is, kan het ook zijn dat elk stapje een uur is en 1 of 2 minuten. Dus dat moet je even in de gaten houden. Maar goed, laten we nou eens gaan kijken of in werkelijkheid na 1 uur, dus dan heb ik zeg maar 15.05, of dan het water inderdaad op een hoogte staat van 248. Dus dat is even de vraag. Nou, gaan we naar getij toe. Ik wil dit exporteren. Ik wil een Excel-file hebben. Deze graag. Nou, ik hoef het maar van één dag. Ik wil een tijdreeks hebben. 10 minuten lijkt me prachtig. Openen. Dat duurt dan altijd weer even. Goed. Dus even kijken. Ik zet hem hier neer. Wat had ik zelf bedacht? Ja. Nou, dat wil dus niet, hè? Nou, het was even schuiven, maar nu hebben we het geloof ik bij elkaar. Kijk, even voor de reality check. Ik heb hier inderdaad Lauwers Oog, goede datum. Ik ga naar 15.05. Dan zit ik inderdaad op 2.48. Nou, dat klopt dus vrij aardig. Als ik een uurtje later wil kijken, misschien even slimmer doen, dan sta ik hier op 2.14. Dat is dus 16.05. En dan zit ik nou ergens tussen de 2.15 en de 2.21. Zie je dat? Dus die benadering, die is redelijk. Als het heel precies komt, moet je hem niet gebruiken. Maar voor een benadering kun je denk ik heel goed deze grafiek gebruiken. Nou, waar moet je nou op letten? Als je naar die grafiek kijkt. Kijk, dit gedeelte van 8 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags, dat ziet er natuurlijk niet uit als een mooie sinus. Als je hier datzelfde proces gaat toepassen, dan zul je zien dat die benadering niet zo goed is. Van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds, denk van ja, nou, dit vind ik een hele keurige stukje sinus of cosinus. Daar kun je hem dus wel gaan gebruiken. Nou, wat gaan we nou in het laatste filmpje doen? Daar gaan we eigenlijk kijken naar de regel van 12. Waarop we op een nog simpele manier ditzelfde gaan berekenen. Oh, hadden we nog één vraag? Voordat ik te snel wegga. Want wat wilden we weten? We hadden bedacht, als het nou 1700 is, wat is dan de hoogte? Toch? Oh ja, andersom. We hadden bedacht, als het 120 is, welk tijdstip hoort daar dan bij? Maar je kunt dus beide doen, hè, als je die formule hebt. Ga ik even kijken naar die formule, want die staat in mijn rekenmachine. Kijk, I is, dus ik heb bedacht dat de hoogte op een tijdstip 2 is 166 plus 94 keer cosinus 0,52 keer t. Nou, die is dus 120. Hoe los ik dit op? Ja, ik doe hier 160 af, 166. Dan doe ik hier 120 min 166 wordt min 44, delen door 94, nou dat moet echt even met de rekenmachine. Dan krijg ik second quit, 44 gedeeld door 94. Dan krijg ik dus cosinus 0,52 t is 0,47. Min, ja. Hoe kan ik nou die cosinus weghalen? Hoe doe je dat? Arcosinus, ja. Ik even heel snel met het filmpje. Kijk, in de rekenmachine hier rechts zie je dat 2,06 is. Nou kun je dus die t berekenen.